harte welkom op het congres Lef Loont. We zijn vandaag op de Haagse Hogeschool bij het Haagse Inkoopsymposium voor Inkoop en Verkoop. Lef Loont is voor mij het Haagse Inkoopsymposium, waarin we vooral gaan kijken van hoe je aan de hand van risico's beter kan gaan inkopen of beter kan gaan verkopen. Ik heb een presentatie gehouden over risicoleiderschap, waarom dat belangrijk is voor inkoop en verkoop. De eerste vraag is natuurlijk, wat is risicoleiderschap? En in feite is dat niks anders dan doelgericht durven omgaan met onzekerheden. En als je iets inkoopt of verkoopt, ja, dan is het vaak onvermijdelijk dat er toch wat onzekerheden aan vasthangen. En hoe ga je daarover in gesprek met elkaar? En kom je uiteindelijk tot een goed contract, een goed verkoopresultaat, waarbij niet alle onzekerheden zijn afgedekt, want dat lukt meestal toch niet, maar bij je wel duidelijke afspraken hebt gemaakt hoe je met die onzekerheden, de risico's en de kansen omgaat. Ik heb met een groep studenten een workshop georganiseerd voor de deelnemers die zich hebben aangemeld voor dit symposium. En hierbij hebben we drie proeven en eindproeven georganiseerd. Deze zijn uitgevoerd door inkopers en externen. En dit was eigenlijk heel erg leuk. Een O, een R en een A missen wij. Wij zijn er klaar hoor! Zeker om volgend jaar weer de workshops te houden. Het is toch wel heel leuk en ook heel spannend voor de studenten dat ze iets mogen doen met mensen uit het werkveld. Ik heb geleerd over de risico's, hoe je dat dan beter kan managen. En ook over hoe je meer internationaal een beleid kan invoeren in plaats van alleen nationaal. En dat eigenlijk nationaal en internationaal niet heel ver van elkaar af ligt. Ja, twee belangrijke tips in relatie tot in een verkoop wat betreft risicoleiderschap. Tip 1, weet goed wat een risico is. Een risico, een moderne definitie, dat is dat het een effect is van onzekerheid op een doel. Dat kan dus een goed verkoopresultaat zijn. Dus weet ook wat dat goede verkoopresultaat is, de criteria die erbij horen. En tip 2 is, ja, breng goed in kaart welke onzekerheden zijn dan voor wie. En moet je daar wat aan doen? En zo ja, wie doet dat tegen welke prijs? Ik ga het met jullie hebben over Europa. En dan is misschien ook de eerste vraag meteen, wat doet Europa hier nou in dit congres? Ik word uitgenodigd om de prijs uit te reiken. Nou, dit is de prijs, €249 per persoon. En volgens mij als ik de eerste noem, dan ben je direct de groep waar ze zitten, hè? Dat is ja, ja. En dat is dus de groep van Inge Kastelein. Ja. Allemaal lachen, jullie hebben gewonnen, dus lachen. We hebben de Purchasing Innovation Award gewonnen. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben heel hard ervoor gewerkt. Dus na het afronden van een minor FM en procurement is dit een hele mooie beloning. Deze dag is voor mij geslaagd. Als we vooral studenten inzicht hebben gegeven hoe inkoop en verkoop met elkaar verbonden kan worden. Als we hele blije ondernemers hebben. Als wij als Haagse Hogeschool veel stageadressen en stageplekken en opdrachten weer binnen kunnen harken. Ja, en als we de Haagse Hogeschool goed voor het voetlicht kunnen brengen. Want ik ben erg trots op dat wat we hier aan onderwijs doen.